Ik hoop dat ik ooit nog zulke goede programma's kan maken als Harm Edens, die onder andere het programma Gelderse Koppen voor Omroep Gelderland gemaakt heeft. En zijn blauwe mini kan prima vervangen worden door mijn blauwe Piaggio. Dit rondje heb ik vandaag 18 april 2018 met mijn Piaggio-brommetje gereden op weg naar Burgers toe. Even een rustpunt. Zelmse weg, Amsterdamse weg. Je hoeft helemaal niet naar de dierentuin om dieren te filmen. Kijk eens wat moois er erbij staat. Dit zijn wel ezeltjes. Kom ze uit de Nederlandse zee. Maar in Nederland doen ze het zo niet zo. En in Curaçao zijn ze ooit ingevoerd. En daar zijn ze nu een werkelijk plaats. Ze lopen er gewoon door de promenade en langs de strand. Een goede optie zou zijn alle ezeltjes op te eten. Dat is meteen lekker. Dan zijn ze weer zo. Nou, ezeltjes, hartstikke mooi. Ja. Dit is de kruising Schelmseweg, Amsterdamseweg. Misschien zien jullie het ijzeren beeld achter onder het richtingsbord. Dat is een... Na een herinneringsmonument aan een vliegtuig wat tijdens de slag om Arnhem is neergestort. Het is dus een bankje, wat zie je hier met mijn brommer, waar ik altijd na afloop van een drukke rit door de stad nog even een colaatje drink voor het rechte stuk naar Wolfhees. Tot ziens. Oh ja, het zit een klein scheurtje in mijn lens, daarom is het beeld niet. Helemaal scherp. Leuke Suzuki brommetje is gebouwd begin jaren 80. Ik had hem als puppetje graag willen hebben, maar omdat ik met beperkt budget afhankelijk was van tweedehands brommetjes en hij was gewoon niet tweedehands aangeboden. Evengoed, ik vind hem nu bij de parkeerplaats de fietsenstalling van Burgers toe en ik vind het leuk er nog een kleine filmopname van te hebben kunnen maken.